Nou, het tweede filmpje over de spelling van de werkwoorden. Eerst even de herhaling van vorige keer. Hoe zoek je de persoonsvorm? Zin in een andere tijd zetten. Hij zong en danste geweldig. Als je dat in een andere tijd zet, wordt zong, zingt en danste dans. Dus je hebt twee persoonsvormen. Een ander heel belangrijk begrip is de stam. De stam is de basis van alles. Als een woord namelijk wel persoonsvorm is, krijg je stam plus iets of stam. Is een woord geen persoonsvorm, dan kun je over het algemeen zeggen dat je het langer kunt maken. Maar voor de persoonsvorm heb je dus altijd de stam nodig. Nou, wat is de stam? De stam die maak je als volgt. Je pakt het hele werkwoord. Je haalt er en af. En je luistert wat je overhoudt. Bijvoorbeeld fietsen. En eraf heb ik fiets over. Huilen. En eraf heb ik huil over. Gebeuren. En eraf gebeur. Lopen. En eraf, dan heb je eigenlijk lop, maar je luistert, dan hoor je loop. Puffen. En eraf, dan heb je eigenlijk puff, twee effen. Dus dan kan er gewoon één af, want je hoort puff. Nou, de persoonsvorm en de stam zijn het allerbelangrijkst. En hopelijk hebben jullie die nu alvast onder de knie. Wordt vervolgd.